cosinus van alpha is dan de aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. Ik heb daar een blauw onderlijnd. Dus bij die hoek alpha zien we de aanliggende rechthoekzijde. Dat is dus 4 gedeeld door opnieuw diezelfde schuine zijde, 5. Dus de cosinus van alpha is hier 4 gedeeld door 5. Dat zou die voor mij nog eens mogen herhalen, want wiskunde voor zo'n vak zijn goede leerkrachten van goud waarde. En er zijn er te weinig. Degenen die er zijn, hebben steeds vaker trouwens iets anders, weliswaar verwant, gestudeerd. Bovendien doen de leerlingen het ook steeds slechter. Minder dan de helft zou de eindtermen wiskunde halen. Het wiskundeonderwijs lijkt in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Intussen floreren wiskundelesjes, zoals u net zag, op het internet wel. Ligt daar de oplossing? Roel Nolet. Als je dit af hebt, ja, moet je de inhoud gaan berekenen van Tuvelglas. Probeer wel een werkwijze op te stellen hoe je abstract, zonder het natuurlijk gewoon te vullen en dan te meten, hoe je bij wiskunde de inhoud van het Tuvelglas zou kunnen vinden. Wiskunde. Veel mensen hebben er nog nachtmerries van. Maar dat beeld probeert wiskundeleraar Erwin Meijers te veranderen. Veel mensen denken wiskunde is gewoon een aantal regeltjes leren. Wij spreken 1 plus 1 is 2 of je leert de tafels in de lagere school. Maar naarmate je naar het hoger gaat, ik bedoel dan naar de derde graad, dan is het ook de probleemoplossende vaardigheden die veel sterker aan bod komen. En is het niet meer alleen regels leren. En zijn er voorbeelden uit de praktijk die naar voren komen, zoals we nu aan het doen zijn. En die maken het dan boeiend. Ook voor de leerlingen is het niet meer alleen louter kennis, maar meer het toepassen van de kennis in problemen oplossen. Heb je het probleem gevonden van die plaat, de golfplaat? Hoe heb je dat aangepakt? Leg me dat eventjes uit, hoe je het aangepakt hebt. Erwin geeft les in het 6e jaar industriële wetenschappen in een technische school in Overpelt. De leerlingen krijgen 8 uur wiskunde per week, het zwaarste pakket. Zelf volgde hij een richting handelsingenieur en is dus geen pure wiskundige. Maar toch slaagt hij erin zijn leerlingen te boeien. Het hangt ook heel veel af van de leerkracht die dat je hebt. En we hebben wel het goed getroffen met onze leerkracht. Waarom is dat zo? Omdat hij het heel goed uitlegt voor iedereen, dat iedereen het begrijpt. Maar toch voor de mensen die het wel begrijpen, die krijgen ook wel uitdaging. Dus iedereen kan volgen. Je moet soms ook je beperkingen kennen. Ik geef les in die 8 uren en er zullen misschien onderdelen zijn waar ik dieper zou kunnen ingaan en waar ik nog met meer passie zou over kunnen vertellen. Had ik wiskunde gestudeerd, dat zal dan een mankement zijn. Ik denk langs de andere kant dat er ruimschoots gecompenseerd wordt door mijn gedrevenheid. Cosinus van alpha is dan de aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. Ik heb daar een blauw onderlijnd. Dus bij die hoek alpha zien we de aanliggende rechthoekzijde. Dat is dus 4 gedeeld door opnieuw diezelfde schuine zijde, 5. Dus de cosinus van alpha is hier 4 gedeeld door 5. Erwin werkt in zijn lessen met het principe van de flipped classroom. Aan zijn keukentafel maakt hij educatieve YouTube-filmpjes die zijn leerlingen thuis kunnen bekijken. We hebben wel overwogen leerstofonderdelen. Is het zo dat leerlingen thuis dus een uitlegfilmpje gaan bekijken, die leerstof daar op die manier proberen vast te zetten. Ik ga het controleren met een online test en dan heb ik in de klas meer tijd om andere dingen te doen met de leerlingen. Dat betekent, ik kan ze oefeningen laten maken in de klas waarbij ik direct feedback kan geven. Ik kan meer differentiëren binnen de klas, leerlingen die iets meer nood hebben aan gemakkelijke oefeningen of leerlingen die direct iets meer uitdaging nodig hebben. Op piekmomenten zoals tijdens de examens heeft Erwin 200.000 hits per maand. Ook van studenten die niet bij hem op school zitten. Toch blijft hij de filmpjes gratis aanbieden. Ik ben ermee begonnen, ondertussen blijkbaar al 4 jaar geleden. Omdat ik vond dat leerlingen, als ze thuis kwamen, soms op een eiland terechtkwamen. Dus ze niet altijd de hulp van de ouders konden inschakelen. En dat er soms toch ook hiaten waren in de kennis. Nu, het voordeel van die filmpjes is ook, als ze dat bekijken thuis, ze hebben het niet meteen begrepen. Ze kunnen altijd eens terugspoelen, ze kunnen het stopzetten. Ze kunnen het vergelijken met wat zij geleerd hebben in de klas. Maar ik vind dat een uitlegfilmpje alleen niet voldoende is om een beter rapport te krijgen, bij wijze van spreken. Daar is altijd de feedback van de leraar in nodig. De leerlingen van zijn klas kunnen de filmpjes die Erwin in zijn keuken maakt alvast smaken. Je maakt dat zo uit eigen als je wilde, want zoals ja, onze leerkracht dat doet met zijn filmpjes en zo, je merkt wel dat hij er echt door gepassioneerd is. Dus als je geen zin hebt om les te geven, dan maakt het saai. En ja, wel, dan geeft hij uitdagingen zoals van deze opdrachten.
Dat is waar. Leerkrachten met passie maken het verschil en blijven vaak een leven lang bij. En dat geldt niet alleen voor wiskundeleraren natuurlijk.